als ze weer eens in hun leven ervaren, misschien dus juist in de moeite en in de vragen, dat God er toch bij is, dan gaan ze de Here daar ook de eer van geven. Een kind van God is dan misschien wel het meest op zijn plaats als hij zich dan ook bedenkt, met alles wat ik dan te vragen en misschien wel te klagen heb, daar zal ik niet mee de straat op gaan, maar daar ga ik mee de binnenkamer in. Wat ik aan vragen heb en wat er aan raadsels zijn en wat ik aan klachten wil uiten, dat zal ik bij de Here brengen. Maar als ik mijn binnenkamer uitkom, is dat ook uw instelling, gemeente? Als ik weer eens op straat loop en ik kom Abimelech tegen, dan zal ik tegenover die mensen goed van de Here spreken. Misschien wel met als vrucht vers 22. Dat dan Abimelech zegt, ik zou met jou wel wat meer contact willen hebben. Ja, laten we daar vervolgens nog eens wat meer op inzoomen, gemeente. En het is waar, hè, wat een uitlegger dit gedeelte aantekent. We hebben het wel eens over niet van de wereld zijn, wel in de wereld zijn. Nou, dat is dus in dit hoofdstuk heel duidelijk. Abraham is weliswaar niet van de wereld, maar die man leeft wel midden in de wereld. Midden in het land van de Filistijnen staat hij. 20 kilometer van Gerar, buurman van koning Abimelech. En dan weet ik wel dat aan het eind van de Bijbel in de eerste brief van Johannes van die wereld gezegd wordt, die wereld ligt compleet in het boos. En er zijn signalen genoeg van, gemeente, weet u zelf ook wel. Je ziet dat ook om je heen. Je merkt het als je het nieuws volgt. De wereld ligt in het boze terrein waarop allerlei manieren de duivel laat merken dat hij er is. En dat hij allerlei invloed uitoefent. Maar er is wel verschil tussen de manier waarop wereldlingen zich gedragen. Net zoals dat trouwens met ons ook is als kerkgangers nog. Je kan natuurlijk heel strikt zeggen, er zijn uiteindelijk maar twee soorten kerkgangers in. Dat is ook zo. Je hebt bekeerd en onbekeerd. Maar hoeveel schakeringen zijn er niet? Als je mensen gaat bekijken, als je probeert om te zeggen hoe iemand erin staat. Nou, zo is het in de wereld ook, gemeente. Je hebt natuurlijk mensen die heel openlijk, vijandig en agressief zich gedragen tegenover het volk van God. Of ze dat nou politiek doen, zoals een partij als D66. Of dat ze dat als een beweging doen, zoals de LHTBI-beweging en de genderbeweging. Heel agressief je afzetten tegen mensen die naar het woord willen leven. Je hebt mensen die zo agressief in het leven staan dat ze als terrorist proberen een doel te bereiken en daarbij ook soms de kerk aanvallen. Maar de Bijbel vertelt ons dus ook dat er ook mensen zijn, hoewel ze dus midden in de wereld leven, die erin staan als een Abimelech. Mensen die vanuit de overheid of heel persoonlijk als buurman of als collega er niet op uit zijn om ruzie te zoeken, maar die op een respectvolle, vreedzame manier met elkaar willen samenleven. En dan noem ik even de naam van de overheid. U weet, er is ook in onze tijd veel onvrede over de overheid. Er wordt ontzettend veel geprotesteerd, trouwens niet alleen in Nederland, maar in allerlei landen. Al die crises die benoemd worden, van het klimaat tot de energie en van de woning tot en met de asielcrisis. Er is veel onvrede over hoe de overheid dat aanpakt of niet aanpakt. Ook als kerk hebben we natuurlijk van tijd tot tijd onze zorgen en vragen over de koers van de overheid en de ruimte die je nog krijgt als kerk en als christen. Maar vanmorgen zou ik willen zeggen, gemeente, laten we ook dankbaar zijn voor wat de Heere ons onder de overheid die we nog hebben, nog geeft. Je bent vanmorgen niet door het luchtalarm wakker geworden, maar je leeft in een land waar vrede is. Als je te maken krijgt met de overheid of met de rechterlijke macht, mag je ervan uitgaan dat je leeft in een rechtsstaat.
En dat je niet op corruptie of onrecht stuit als je ermee te maken krijgt. Er zijn sociale voorzieningen, medische zorg, gezondheidszorg, christelijk onderwijs, een uniek gegeven in de wereld. Je leeft niet in Rusland. Je leeft niet bij de Ayatollahs in Iran. Je leeft niet onder het regime van Kim Jong-un in Noord-Korea. Dat is ook iets om voor te danken, gemeente. Ook iets om voor te bidden, zegt de Bijbel. Hè? Waarom zegt Paulus in 2:1 Timotheus dat het goed is en nodig is dat je als kerk en als christen ook in je gebed aan de mensen denkt die over je gesteld zijn. Degene die in hoogheid gezeten zijn. Dat is met het oog hierop. Om een stil en gerust leven te kunnen leiden. En onze tekst draagt ons nog wat anders op, gemeente. Als bijvoorbeeld de overheid, net als Abimelech, vraagt: kunnen wij goed samenleven met elkaar? Doe dan zoals Abraham gedaan heeft. En dat vond ik toch wel bijzonder, gemeente. Als je kijkt hoe Abraham ingaat op die vraag van Abimelech: kunnen wij niet samen een verbond sluiten? Niet alleen voor vandaag of over 14 dagen. Hij noemt zijn zoon, zijn kleinzoon, het hele nageslacht erbij. Tot in lengte van jaren kunnen wij met elkaar een verbond hebben. En Abraham zegt meteen: ik zal toestemmen, ik zal zweren. Maar wat ik het bijzonderste vond: